Ask. Dus dat is eigenlijk de oorspronkelijke afsluiting. Die is een 80-tal centimeter hoog. Waardoor het wel heel gemakkelijk was voor de mensen om een dier daarbij te zetten. Dus dan hebben we het verblijf verhoogd. Om dat ook een stukje tegen te gaan. Nu, het is wel een belemmering voor het zicht natuurlijk. En uiteindelijk hebben we toch nog dit bordje moeten bijplaatsen. Bij het familiepark Harry Malter in Heusden zijn ze het grondig beu. Elk jaar krijgt hun caviadorp een tiental ongewenste dieren erbij. Bezoekers die geen zin meer hebben om voor hun eigen cavia te zorgen, smokkelen de diertjes binnen en droppen ze dan letterlijk in het caviadorp. Dit bordje met de niet mis te verstane boodschap moet het dumpen van cavia's stoppen. Het is een behoorlijk brutaal bordje, maar het is eigenlijk ook een beetje de bedoeling om toch wat de aandacht daarop te vestigen. Mensen denken misschien van ja, het kan niet zoveel kwaad in het dierenpark, eentje meer of minder. Maar deze dieren zijn ook afkomstig uit een knaagdierenasiel. Dat wil zeggen dat de mannelijke dieren gecastreerd zijn, dat we op die manier eigenlijk de populatie een beetje kunnen binnen de perken houden. En als dan mensen ongevraagd hun dieren daar gaan bijzetten, dan kan dat een hele hoop ernstige, nadelige effecten hebben. Plaatsgebrek is zo één van die nadelen. Een cavia heeft behoorlijk wat loopruimte nodig en die is er voldoende voor de 18 cavia's in het park. Wie zijn diertje hier dumpt, zorgt ervoor dat de cavia's elkaar letterlijk voor de voeten zullen lopen. Maar ook zieke dieren of niet gecastreerde mannetjes kunnen voor problemen zorgen. Ik denk dat dat een diertje is dat misschien zonder al te veel nadenken wordt aangekocht. Maar het is niet omdat het een klein dier is dat het daarvoor weinig verzorging vergt. Dus die dieren die hebben ook dagelijks verse groenten nodig, die hebben ook een groot verblijf nodig. Als je meerdere dieren hebt, is het wel heel belangrijk om de mannetjes te laten castreren of ze gescheiden te houden, om dat ook allemaal te vermijden. Wie zijn cavia toch nog steeds wil afdanken, die kan daarvoor terecht in gespecialiseerde asielen voor knaagdieren. En ook in het familiepark geven ze je graag meer informatie hierover. Je kan niet zomaar je dier ergens achterlaten en denken van oh, die zullen daar wel een plan mee trekken. Dus als er iemand komt met een cavia dat ze geen weg meer mee kunnen, dan gaan we altijd mee helpen om er een nieuw thuis voor te vinden of een oplossing. Maar zomaar dat dier dumpen, dat gaat echt niet. Mensen die hun cavia niet meer wensen, die kunnen gewoon aan onze kassa informatie vragen. En dan verwijzen wij door naar een asiel waar dat die ook dan nog de kans heeft om een nieuw adresje te vinden.